echo en een zwangerschapstest. Holy moly. Nou, we zijn er. Nu denk ik ook echt, ik wil winkel. En heel goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. En ik heb volgens mij maandag, dinsdag en woensdag niks gevlogd. Omdat ik kapot was. Ik heb echt heel veel gewerkt de afgelopen dagen. En ik was maandag weer voor het eerst vrij. Toen heb ik dinsdag online gewerkt. Een nieuwe collectie online gezet. Dat is niet heel leuk voor de vlog. En ik heb het ook gewoon lekker even met chillpak gedaan. Gisteren wilde ik de vlog gaan starten, want ik had een naked pakket. Maar toen besefte ik, ik kan ook vrijdag samenwerkingen filmen. Kon ik gisteren nog even lekker in mijn chillpak lijven. En gewoon lekker aan het werk, gewoon op de laptop. Want ik had het echt nodig, maar ik merk dat ik nog steeds zo moe ben. Het is echt niet normaal. Ik wil er echt van af. Maar ja, ik moet het gewoon maar laten accepteren. Maar ik kom mijn bed echt niet uit. Ik heb even een sportoutfit aan. Ik heb personal training. Ik heb zo'n groene sportlegging, helemaal leuk. Duurzaam shirtje en vest van Primor. Ik ga even wat ontbijten. Ik heb best wel zin in wat. Maar ik ben geen zin om te sporten. Lekker bakje kwarken met aardbeidjes. Bon appetit. Sporten is weer ready. Ik heb even een leuk outfitje aangetrokken. Tenminste, ik voel de jas er niet helemaal bij. Maar oké, okay. Een topje van de webshop. Onze Alani top in het zwart. Met daaronder een leuke cargo van de Bershka. Mijn rode campus. En omdat ik dus rood en heb, wilde ik ook gewoon echt een rood tasje. Maar I don't have it. Ik draag eigenlijk echt nooit rood. Dus ja, in de toekomst hopelijk. Dus dit is de outfit. Ik ga nu richting Amsterdam. Ik ga samen met Iris ga ik vanavond naar een première in Amsterdam. En daarvoor gaan we gewoon even lekker eventjes de stad in. Even wat eten. We gaan lekker met de trein. Want het is letterlijk even lang met de trein als met de auto. En dan hoef je niet te parkeren. En in de trein gewoon fucking chill. Dus ik ga nu richting station. En dan gaan we die kant op. Helemaal zin in. Ik heb ook zoiets leuks te vertellen, jongens. Ik ga over hoeveel dagen? De 17e. 13 dagen ga ik naar Tenerife samen met mijn moeder. Ik wilde heel graag op vakantie. Of nou, gewoon echt naar de zon. Om gewoon lekker bruin te worden. Maar ook om. Maar ik dacht, ik ga mijn moeder mee gaan. Ik wilde dus eigenlijk alleen gaan. Dus het laatste allemaal een beetje kut in mijn vel. En gewoon, ja, I don't know. Dus ik wilde eigenlijk bijna alleen gaan. Toen dacht ik, nou, mijn moeder zei toen van, ja, alleen is ook maar zo alleen. Ze wil je mee dan? En toen was mijn moeder een beetje van. Oké, dus we gaan nu naar Tenerife. Het is daar echt 30 graden. 31, 32 graden. Echt niet normaal. Dus we moeten ook gaan shooten, maar het is echt heel warm. Dus ik hoop stiekem dat er wel een beetje een dag van 23 graden bij zit. Om even goede foto's te maken. Maar ik heb dus gewoon met zin een ziek mooi hotel geboekt. Normaal gesproken zou ik misschien iets minder luxe hotel boeken. Iets minder mooi. Maar nu is ons doel gewoon echt om lekker bij dat hotel te gaan liggen aan het zwembad. Maar ja, Tenerife is wel echt heel leuk. Dus waarschijnlijk zijn we niet eens heel veel daar. Maar ook dat hotel is gewoon al mega, mega leuk voor foto's. Dus ik kan echt niet wachten. En ik kan ook niet wachten om jullie mee te nemen. Allemaal nieuwe zomer / lente collecties onderweg nu. Dus als ik volgende week weer even op kantoor ben. Want ik moet weer eventjes naar Leeuwarden. Kan ik niet wachten om alles open te gaan maken. En te laten zien aan jullie wat er allemaal aankomt. Echt. OMG. Oké, wat ik wilde zeggen was dat ik echt een super mooi hotel heb geboekt, ook voor foto's. Dus I cannot fucking wait. En dat er allemaal leuke dingen binnenkomen binnenkort. Dat ik niet kan wachten om jullie te laten zien. Ik ga heel snel even naar de trein, want de trein gaat over 6 minuten vertrekken. Dus ik ga even snel lopen. En dan meet ik Iris in Breda. Iris is echt mijn bestie van Brabant. Echt een leuk mens is dat. Oké, okay, let's go. We zitten in de trein. Hallo Iris. Ja, wat ga ik vertellen? Het is maar een uurtje van Breda naar Amsterdam in de trein. Het is zo kort, het is zo chill. Zo, ik ben echt wit in de camera. Kan je mee met mij op vakantie? Ja, dat is wel nodig. Het zou wel leuk zijn. Lekker zonnetje. Het weer is wel lekker, maar het waait gewoon super hard. Dat is echt irritant. Maar wat we gaan doen, we gaan even lekker even. Ik wil wel naar de Bijenkorf, jij? Ja. Andere opties? Hoeveel tijd hebben we? Ja, 3 uur. Oh ja. Veel te veel. We kijken er ook wel even. Eigenlijk hebben we gewoon te veel tijd. Ja. En we willen ook niet heel veel shoppen. Gewoon een beetje te doen, hè. Ik zie het wel. Even een koffietje halen of zo. En dan het zonnetje zitten. Het zonnetje zitten bij het water ergens. Ook leuk. Misschien een leuk terrasje ergens aan het water.
vanavond eten bloedje. Maar als het waait waarschijnlijk hard hoor. Ja, dat is waar. We kunnen gewoon even weg. Gaat zien. Helemaal leuk. Nou, we zijn in Amsterdam, niks gefilmd, maar we hebben echt super veel geshopt. Thuis hebben we shoploggie. Maar we zitten nu bij Shiso Sushi. We zijn eigenlijk naar Loetje, maar we zijn lekker hier beland. We gaan even lekker sushi choppen. Jouw eerste keer hier, mijn tweede keer hier. Maar echt een aanrader als je gewoon in Amsterdam Centrum bent en je wilt eten. Je moet het nog proeven. Ja, proef maar. Ja. Niet even vergeten. Makkelijk van. Of niet. Je doet het super goed. Laat maar even zien hoe goed je met die stokjes kan eten. Hé, maar mijn snack is gebracht. Wat fijn. Ik geloof maar niet dat ik dat kan. Nee, ik vind jou niet zo'n type die dit kan. Oh. Je niet. Weet je, ook gewoon zo'n boer, dat is sick. Boerin. Ja. Goeie sushi? Vers? Oké, ik ga ook proeven. Yum, yum, yum. Kijk wat we gekregen hebben, jongens. Laat het zien. Een embryo? Of noemen we dat? Een echo? Een embryo. Een echo en een zwangerschapstest. Maar ja, enger dan dit kan het niet zijn. We zijn bij de horrorfilm van Immaculate. We hebben ook lekker een drankje gekregen en wat popcorn. We hebben nog een bloederige cocktail. Hoe proeft die? Zal ik hem ook proeven nog een keer? Pak hem maar helemaal. Dat dacht ik al, maar ik lust geen kooknoot. Ja, ik kijk hem. Hij is ook heel sterk. Wow, lekker man. We gaan lekker genieten van de horrorfilm. Let's go! Lekker scherp. Wat is scherp, jong? Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet zoveel gefilmd. Dus ik doe vandaag lekker bij in. Primair was super leuk. Maar ik had gisteren als ik echt niet in een vlog moet. Vandaag ook niet echt. Ik voel me niet zo lekker. Ik ben een beetje verkouden. Mijn keel doet een beetje pijn. Ik zit gewoon niet zo lekker in mijn vel. Kan gebeuren. Dus zal ik even laten zien wat ik allemaal heb geshopt gisteren in de stad. Het is niet super veel, maar ik laat het toch eventjes zien. Ik ga lekker even ontbijten. Ik heb even een leuk outfitje aangetrokken. Gewoon een topje van de Zara versie. Ja, van de Fashion Atlani. Hoek van Naked. Ik moet zo even filmpjes opnemen van Temu van Naked. Dat is er redelijk nu al klaar op gemaakt. Want ik ben echt niet lekker. Het liefst zit ik nu in mijn jongenspak. Ga ik online werken. Maar ik moet die filmpjes echt eventjes maken zo. En dan heb ik vanavond om 6 uur heb ik een opening van Tess V. Tess V opent hun winkel in Breda vanavond. En morgen is de officiële opening. Maar ik en nog een paar andere influencers mogen vanavond al komen. En ik ben heel erg benieuwd. Want ik weet niet wat ik kan verwachten. Maar volgens mij is het echt weer een fantastisch mooie winkel. Dus ja, vet leuk dat ik ben uitgenodigd. Ik neem Iris ook weer mee. Dat was gisteren helemaal leuk gewoon. Ik heb een van mond op een bord. Wacht tot hij beneden komt. Oh, hij heeft een hele tafel gedekt. Ja! Sorry. Oh. Zie je nou niks? Een bijenkorftasje. Ja. Ben je weer bezig geweest? Weet je. Hoeft het helemaal niet. Is het niet? Mag ik kijken? Ja, je mag kijken. Twee ook nog? Ja! Wow! Zo gaaf! Mooi hè? Heel dik! Ja, vond ik ook! Ben je deze gewoon weer gehaald? Ja! Voor 3%! Ja! Jongen. Kaartje waren ze kwijt, maar ze hebben wel een andere moeten scannen en zo, maar gekkie. Hij is wel nieuw. Wat lief! Ja? Wat heb jij voor leuks gekocht? Ja, ik heb ook nog wat leuks voor mezelf gekocht. En dat is een gouden Nuno. Bag. Wow. Kijk hoe cool. Een hele gouden gesp nog in. Precies deze heb je in een andere kleur ook. Ja, ik heb deze ook in het beige, maar het valt echt super goed. Hier kan je nog kleingat in, hier kan je nog iets van brief gehaald of zo, echt top.
allemaal zakvakjes aan de binnenkant. Helemaal blij mee. En ik had nog een cadeautje voor de moeder van een workshop. Zo'n hele grote. Ik heb hem al in pak weer. Deze. Heel leuk. Dat is wat ik allemaal heb geshopt gisteren. Je hebt heel veel geshopt. Valt mee. Dit zijn die shirtjes die ik voor Ramon had gehaald. Kijk, deze. Echt zo leuk. Zet hierachter. New Amsterdam. En dan met zo'n roze tekst. Toerist. Ramon is een echte toerist. Ja, en nog een leuk shirtje van Represent. Ook roze met zo'n grote Represent tekst op de achterkant. Helemaal leuk. Helemaal in de pink vibes. Leuk. Ready voor de zomer. Ja, echt hè? Zonder maar komen. Ja, dit is mijn Nuno tasje in het goud. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik hou ervan. Heel blij. Oké, jongens. Ik ga even een naked shop vlog opnemen voor TikTok. En ik wil het ook natuurlijk even laten zien naar jullie in de vlog. Maar oh mijn god. Dit is toch niet normaal zo'n groot pakket. Ik ben echt excited. Let's go. Tijd voor een shop vlog. Holy moly. Holy moly. En toen ik het had besteld, wist ik nog niet dat ik zeg maar volgende week op vakantie ging. En volgens mij heb ik best wel veel zomerse items gehaald. Dus ja, ik zei dit. Let's open it. Ik heb er een samenwerking dus met Naked. En dat is een van mijn favoriete samenwerkingen. Want Naked is gewoon top. En de kwaliteit top. En ja. Wie heeft nou te veel kleding? Niemand. Ik vind het nooit genoeg. Oh my god, als ik alleen dit al zie. Die kleurtjes. Ik weet niet of je het ziet, maar ik zie echt groen, roze. Dat soort kleuren. Oh my god, nu mag ik helemaal alles verpassen. Verschrikkelijk. Ik ga gewoon lekker één voor één alles aan jullie laten zien. En daarna moet ik het eventjes aantrekken voor de TikTok. Maar dan laat ik het ook natuurlijk gelijk zien in de vlog. Dit is de eerste. Een knalgroene blazer. Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik groen echt een fantastische kleur vind. OMG. Oh my god, jongens. Wat gaaf. Zo'n oversized knalgroene blazer. Oh, maar ik vind het helemaal leuk. Dit maakt je outfit toch helemaal af. Als je gewoon een zwarte broek hebt, een soort topje en dan deze blazer erop of zo. Of op een rokje met boots. Ja, dit is het helemaal. Heb ik in de maat 40 besteld. Dan heb ik hier een oversized t-shirt. Tada, staat heel groot op New York City, Brooklyn. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dit wil gaan stylen, maar misschien wel als jurkje. Ik denk dat hij dan wel wat kort is, ik denk het wel. Misschien heb ik een leuke spijkershort. Zoiets. Of een leren broek. In de broek drukken. I don't know. Maar gewoon een leuk topje. Leuk t-shirt. Maat M. Even kijken. Dan heb ik hier een strapless jurk. Met een ripstop. Heel fijne kwaliteit. Hier aan de onderkant staan de zijkant ook nog een splitje. Dus dat is ook heel erg nice. En dit is ook weer maat M. De kwaliteit voelt echt super dik van deze jurk. Heerlijk. Ja. Ja, helemaal leuk deze. Dan heb ik hier een BH'tje en dan hoort denk ik nog een onderbroekje bij. Dus je laat het straks even zien als ik het in totaal even heb. Kijk, daar is je al. Ik heb een lingerie setje. Ga ik niet aantrekken, maar gaan we even laten zien. Kort. Dit is het broekje. Heel mooi, een beetje peach. En de achterkant is deze. Hele mooie kleur. Daar gaat natuurlijk ook een bijpassend topje bij. Bijpassend topje erbij. Helemaal leuk. Wel zilveren details. Ik ben normaal meer van de goud. Maar helemaal leuk. Het broekje heb ik in maat M. En het topje heb ik in maat XL. Oh, dat is echt veel te groot. Ik zag het al helemaal aan de omvang. En die omvang kan je ook niet meer verstellen. Dus, maar wie weet. Misschien pas ik het wel. Je weet het natuurlijk nooit. Dan heb ik hier iets roze. En ik heb zaterdag. Of zaterdag. Volgende vrijdag heb ik een feestje van Elina. En daar moet ik nog een outfit voor. En het thema van haar feest is zeg maar sunset kleuren. Dus dat is een beetje lichtroze, oranje, geel. Dus ja, ik dacht ik heb een leuk roze jurkje nodig. Dus ook vandaar dat ik deze heb besteld. Kijk, dit is hem. Aan de zijkant zit er nog een ritsje. Strapless jurk. Hij is wel echt erg kort. Kijk. Hij is wel echt kort. Maar hij stretched mee. Ja, ja, een beetje. Nou, ik weet niet of ik erin pas. Hij lijkt best smal. Het is een maat... Wat voor maat is dit? Een maat 38. Ik denk dat dit klein gaat zijn, maar we gaan het zien. Volgens mij heb ik hier nog een oversized shirt.
Ik heb dit keer zoveel items. Oh mijn god, maar nu heb ik wat meer kleine items. Dus kan ik meer uitzoeken. Mijn makkies kat voor meer grotere items, zoals jassen en boots en zo. Oh, dit is gewoon een long sleeve beige shirt. Altijd lekker gewoon de maat hebben. Ja, ik hou daar gewoon van. Ik hou soms echt gewoon van die basic outfits zoals ik thuis ben. En ik wil zeg maar niet echt een trui aan, dan is dat gewoon een goede optie. Ik heb hier iets wits. Het is niet normaal wat ik allemaal gekregen heb. Echt niet normaal leuk. Dat is altijd zo kut als je alleen bent om van die knopen vast te krijgen en zo. Verschrikkelijk. Als je dan iets aan hebt en je moet dan bij een bepaalde knoop. En kijk, nu ik heb hem nog niet eens aan. En kijk hoe moeilijk ik die knoop nu al vind. Laat staan als ik hem dus aan heb. Zoiets. Dit is zeg maar het halsje. En dan is dit een jurk. Echt heel mooi. Prachtig. Ja, ik hou er helemaal van. Super mooi. En dan heb ik hier nog iets in een beige kleur. Een linnen jurk, denk ik. Ja, een lange linnen jurk. Maar hoe de F zit dit? Oké, dit is de jurk. Tada, echt een hele lange. En dan moet ik hem hier zeg maar achter nog strikken. Maar het zit dus geen stretch in. Ik heb maat L. Het kan soms ook al heel groot lijken. Maar een hele lange linnen beige jurk. Ik ben heel erg benieuwd. Dit moet je echt even aanzien. Ik zie iets gestreept. En het lijkt op een topje die ik al heb. Van Naked. Maar dan in het oranje. Ja, volgens mij is het hetzelfde. Maar dit is dus met streepjes. Oh, dat vind ik wel leuk. Had ik ook wel leuk hieronder gevonden. Heel leuk. Maat M gekozen. Deze kwaliteit, jongens. Het voelt zo goed. Ik weet niet of mijn kortingscode nog geldig is, jullie dit zien. Want het is vaak een paar dagen geldig nadat ik het online moet zetten. Maar mijn YouTube-video is lopen achter. Maar ik heb het sowieso in beeld. En dan kunnen we in ieder geval proberen of mijn kortingscode het nog doet. Doe dat maar even. Heb ik hier nog wat roze? Ik vind die andere kleur roze mooier. Ik vind dit een beetje meer iets minder fel of zo. Ook een strapless jurk. Lijkt wel een beetje hetzelfde als die zwarte. En dan zit ook hieronder, ik weet niet of je het kunt zien, een splitje. Mooie lange roze jurk. En dan van die leuke witte hakjes eronder. Ja. Heel mooi. Een mooi ribstofje. Heel leuk. En deze heb ik ook in de maat M gekozen. Ik zag niet dat ik zoveel mocht kiezen. De hele zak zit ook nog gewoon vol. Echt een hele nieuwe wardrobe, jongens. Het is niet normaal. Echt, echt niet normaal. Heel dankbaar voor. Oh, dit vind ik ook. Oh, kijk, dit is echt heftig. En je moet er echt van houden. Maar ik vind het helemaal leuk. Als je het gewoon leuk stelt. Zo wat ik bedoel. Bijvoorbeeld als ik zelf... Hieronder onder een zwarte blazer en dan zo'n knallende top. Of juist iets met wit. Zo'n witte spijkerbroek hieronder. Ja, ik vind dat helemaal leuk. En helemaal als je straks bruin bent. En dan met van die leuke witte kettingen. Ja, het is wel heel wat anders dan wat ik normaal draag. Maar oh, dat stofje voelt zo lekker. Ook maat M. Ja, ik vind het helemaal leuk. Volgende. Hoe zit dit in elkaar? Volgens mij moet het zo. Dit is een jurk. En volgens mij moet je hem over één schouder trekken. En dan de rest is dan een jurk. Zoiets. En ik heb er maat 38. Er zit nul stretch in. Dit wordt spannend. Het schijnt wel een klein beetje door. Maar we gaan hem straks aantrekken. En hopen dat hij goed zit. Want ik, hoe ik dit zie, ik snap er niks van. Maar ik moet even een plaatje erbij hebben. Dan denk ik, oh ja, hopelijk. Volgende. OMG, jongens. Wat gaaf. Oh, wat leuk. Wat enig. Wanneer draag je dit? Want zo is het... Ja, zo zou het kunnen. Maar je kan hem niet op je schouder doen. Oh, wat leuk. Er zit ook een zijvakje in. Heel leuk. Mijn camera zou hier ook echt wel in passen. En mijn telefoon. Oh, dit is leuk. Heel leuk voor op vakantie. Ja. Helemaal het. Echt super leuk tasje. Heel blij mee. En deze had ik iets lichter blauw verwacht. Omdat ik dus ook zei van de kleur van de sunset. Oh nee, ik denk dat blauw niet eens erbij hoort. Of wel? Nou, hoort hij daar niet bij, nee. Maar gewoon voor de leuk. Zo'n verenjurkje. Blauw. Ja, ik hou ervan. Heel cute. Maat M. Helemaal leuk. Er zit nog een zakje in. Met twee zonnebrillen erin. Ik ga het even passen. Hier ben ik dus al zo lang benieuwd naar hoe dit mij staat. Ik vind het bij andere mensen echt vet. Als ze op een festivalletje staan of zo. Maar hoe het bij mij staat, I don't know. We gaan het proberen. Het is zo'n beetje oranje bril. Oké, ik voel me echt een beetje een Jeffrey Dahmer of zo hierin.
Dit staat mij echt niet. Nee, aan mijn haar wel los moeten. Nee, dit staat mij niet. Of als ik echt zo'n strakke staart heb. Oh nee, dit staat mij echt niet. Helemaal niks voor mij dit. Het moet je echt staan, dat dacht ik al. Daarom durf ik het ook niet echt aan, maar... Wel leuk voor Koningsdag, want zo oranje. Gewoon oranje glazen hebben, dat hoort er wel bij, maar... Ja, als ik mijn oude koningsdag staan heb, geef ik het nog een kans. Moet ik even kijken om haar gaan doen of het er dan bij staat. Maar ik denk niet echt dat het mijn modelletje is. The next, next, next. Oh mijn god, deze is heel dun. I'm scared. Oh, sommige zonnebrillen staan mij gewoon niet. En dan heb ik ook met deze. Oh, ik vind het wel leuk. Wel een leuk modelletje. Ook wel dunner dan normaal. Oké, laat me even weten. Kunnen deze zonnebrillen of kan het echt niet? Want ik weet het niet. Oké, het was allerlaatst. Hebben we hier iets van schoenen. Oeh, heel nice. Heel nice. Hakjes. Met van leer. Hakjes van leer. En het hakje is niet zo onwijs lang. Hoog. Dus misschien dat ik het wel kan. Ik ben echt een... ik kan echt geen hak lopen. Maar ik wil het echt gaan leren. Want ik vind het echt super mooi staan. Maar deze zijn wel echt mooi. Deze zijn wel subtiel. Subtiel hakje. Welke maat heb ik deze gekozen? Maat 38. Ik weet niet of dit dan weer te klein is voor een hak. Want ik heb normaal gewoon 38. Maar ik denk altijd dat ik met hakken iets groter moet. Omdat dit best wel ook zo smal is. Maar ze zijn wel leuk. Toch gewoon een subtiel hakje. Ik ga alles even aantrekken. Het is echt bommetje veel. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. Want anders komt er ook geen einde aan. Dus let's go. Ook dit is de jurk. Ja, helemaal leuk. Met de hakjes eronder. Heel mooi. Cute. Dezelfde jurk ook in het zwart. Die is echt super nice. Zit echt mooi, vind ik. Love it. Deze past ik helaas niet. Super jammer. Maar ik heb nu eentje aan. En dit is mijn favoriet. Tot nu toe dan in ieder geval. Maar oh mijn god. Wat is deze mooi. Hij schijnt dus niet door. Of in ieder geval, ja, ik heb een huidskleur geplakt bij haar. Maar ik zeg niks. Hij is geweldig. Ook de lengte vind ik perfect. Er zit een onderrokje onder. Ik kan hem best wel laag trekken. Hier kan hij ook eventueel nog lager bij de kom. Maar ik vind deze lengte wel leuk zo. Achter een klein beetje zo'n laag rugje. Zit hij hier dus vast met een knoopje. Ja, heel leuk voor het strand. Of voor 's avonds op vakantie. Of voor mijn verjaardag als het lekker weer zomer is. Ja. Gewoon echt een heel erg leuk zomerjurkje. You need it. En deze mooie linnen beige jurk. Dus de zijkant. En het achterkantje. Ja, helemaal leuk. Dit lekkere basic beige shirt met lange mouwen. Ja, ik hou ervan. Zit super lekker. De kleur is mooi. Je kan het echt super leuk gaan stylen. Ik heb het nu al simpel op een spijkerbroek. Maar je kan het oprecht wel leuk gaan stylen. Dus ja, blij mee. Dit oversized shirt heb ik nu gewoon lekker gesteld. Lekker in mijn, ja, bij haar gedrukt. Helemaal cute. Deze blazer. Ja, dit is toch gewoon helemaal geweldig. Ik moet het wel even stomen en even op een andere outfit combineren. Maar ja, dit is echt leuk. Het gaat even bij mijn blazerrekje komen te hangen. Love it. Ik heb gelijk een topje aangedaan. Ik ging het even een shoplog filmen van Temu. Ik had een heel pakket ontvangen van Temu van de samenwerking. Echt, het is niet normaal wat ik allemaal ontvangen heb. Het is echt niet normaal. Om van dit soort handige dingetjes waarmee je dus je appeltje door achter kan. Oh, mijn hele camera is nog heen gezoomd. Ook wel mooi voor de video, maar voor de vlog is dat niet handig. Kan je appeltje dus gewoon in achter krijgen. Dit is dus gewoon voor een eitje. Dit is voor avocado. Allemaal handige tools voor in de keuken. Allemaal leuke stickertjes voor de webshop. Weet je wel, die je gewoon leuk op verpakkingen kan plakken. En dat soort dingen. Superleuk. Ja, dit is handig voor in de zon. Als je zelf gewoon lekker nat wil spuiten. Als je het te heet hebt. Nou, nog een leuke fles water. Echt, het is echt veel. Binnenkort. Nee, ik denk als jullie dit kijken, staat de video online. Dus neem zeker een kijkje. Bij de Temu shoplog. Want het is echt wel even leuk om naar te kijken wat ik daar allemaal heb besteld. Tenminste, dat denk ik. Want het is mijn allereerste keer dat ik iets besteld had van Temu. En ik ben wel verrast. Aan de ene kant denk ik, ja, ga ik het echt allemaal gebruiken? Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Van die leuke hebben dingetjes die je gewoon moet hebben. Maar of ik het ga gebruiken, dat zien we later.
De outfit. Heel denim on denim. Balenciaga's en mijn nieuwe tasje. Ik moet heel snel de bus halen. Gelijk met de bus. Hoef niet te parkeren en zo. En de bus stond echt naast mijn huis. Dus stop. Nou, we zijn er. We zijn er! Het is echt niet normaal mooi. Er is een DJ aanwezig. En deze kleding allemaal is echt niet normaal. Het is zo mooi geworden. En die kassa. En Iris is weer helemaal obsessed met de sieraden. Ja, heel mooi. En terecht. En de boots. Amazing. Nu denk ik ook echt, ik wil winkel. Oh, dit vind ik leuk, hè? Allemaal verschillende wedeltjes. We hebben een goodiebag gekregen. Mag ik jou eens zien? Waar is jouw goodiebag? Yay! Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Superleuk. Nou, ik ga even dingetjes passen bij Tess 4. Ik heb als eerst deze super mooie pantalon met stretch. Dit mooie topje. Dit leuke topje. En nog twee mooie roze jurkjes. Ik ga even kijken hoe het me allemaal zit. En jij gaat beoordelen. Ik ga beoordelen. Oké, doei! Ja, leuk. Maar nee. Nee, wordt hem niet. Ja, maar wordt hem niet. Dit jurkje. Ja. Heel leuk, heel leuk. Ja, heel mooi. Ja, top. En? Heel leuk deze. Dit past ook gewoon bij mij. Ja, deze is leuk. Deze sowieso. Toch? Ja, deze is sowieso. Ja. En lekker met jou. Ja, precies. Ik vind het echt leuk. Ja, dit wordt hem samen met deze. Picobello. Oké, vertel. Wat heb jij gedaan? Ik was bij Tess 4, dus zoals jullie hebben kunnen zien, het is echt super leuk. Echt niet normaal. Het begint dan echt te kriebelen. Ik denk van, volg een winkel. Maar nee, Melanie, nee. Oké, okay, we hebben hier een hele leuke goodiebag. En die gaan we even openmaken. Er is super leuk een hele naam gemaakt. Maar met mijn naam is helemaal opgetekend. Oké, okay, als eerste heb ik een stickervel met de Tess 4 stickers. Leuk. Ze schrijft dat ook, hè? Al haar eigen stickers. Dat is wel echt super leuk. Ja, echt cool. Dit lussen wij wel. Wel zoete popcorn, maar ze zijn meer van zout popcorn, maar zoet lussen wij ook. Oeh. Helemaal leuk. Ze willen natuurlijk wel alles roze en zout popcorn is blauw. Paula's Choice, hoor je ook dik. Wat is dat? Best wel een duur merk, Paula's Choice. Nou, dan kunnen we... C5 Super Boost Eye Cream. Nou, oogcreme. Oogcreme. Ga ik stelen. Dat dacht ik al. Een haarflip. Oh. Doe maar. 5 euro korting bij Issy Paris. Tessie Store. Gewoon hun opening. Ze hebben ook in Utrecht, Nijmegen en in Breda. Een tasje van Rosa Odor. Zo. Luxe textiel parfum. Oh, dat is een huisspray volgens mij. Lekker. Of textiel staat het toch? Dat is voor kleding, of niet? Ik denk het wel, ja. Ik denk voor kleding. Oh, lekker. Kijk, ruik. Zo, erg lekker. Oh, natuurverkleding, want het is een kledingmerk. Oh, heel lekker. Echt een heel lekker. Lekker. Is er nog wat in? Wasparfum. Oh. Ook lekker. Nog meer wasparfum. Ken je dit merk? Nee, hoe heet dat? Nee, Rosa Door. Nog meer wasparfum. Lekker, kunnen we mooi gebruiken. Gaan we even testen, ben benieuwd. Zit nog maar in? Hier heb ik een masker. Oh mijn god, ik had echt een nieuwe mascara nodig. Ik was in Batavia stad, toen liep ik weg. Ik dacht, oh mijn god, ik mascara aan het regenen. Het zo hard dat het niet meer zou gaan halen. Ze hebben het gehoord. Ik heb een nieuwe mascara. Geluk. Van Drama Eyes. Omdat ik altijd ontstoken ogen heb. En ik gebruik altijd dezelfde mascara. Maar het gaat nou wel beter met je ogen. Ja, hier zijn vandaag wel. Ik heb je rode ogen. Maar... Ja, ik denk toch dat het hooikoorts is. Ja, denk het ook wel misschien. Want gaat het beter met die pilletjes? Ja. Ja. Dit ding. Kan je sleutels aanhangen? Een keycord. Ja. Nice. Rode lipstift. Oeh. En Paula's Choice. Super. Wat? Is dat niet dezelfde als die ik net had? Ja, maar dan. Nee, dat was voor. Ja, oh ja. En dit is. Weet ik niet. Ook van Paula's Choice. En zo is deze tas helemaal blij mee. Met je naam maar op. Filmt u nog? Is je niet al leeg? Dan ga ik even laten zien wat ik heb geshopt. Hij filmt me. Wat ik heb geshopt bij Tess 4
Jij weet het natuurlijk nog niet, hè? Ik heb geen idee. Ga je het ook gelijk aantrekken voor me? Nee. Oh. Oké, deze heb ik helemaal niet gepast, maar ik zag een meisje ermee en dacht ik moet hem. Oké, dit is zo'n jurkje. En dan doe je het hiermee zo strak trekken. Het is een beetje beige wit spijkerjurkje. Leuk? Heel leuk. Ik had het van gapen. Ja, dat vind je niet leuk als ik geen gapen. Tuurlijk wel. Ziet er leuk uit. Leuk ingepakt. Ja, echt leuk. Kijk, dit is gewoon van een eigen ding. Specifiek. TV staat erop. TV. Dit topje. Hoe wow. Leuk. En deze had ik dus gezien als een jurkje. Ja, vrolijk. Volgens mij wel goede kwaliteit ook. Toch? Ja. Stam stevig. Fucking goed. En dan hetzelfde als die witte, maar dan in het roze. Wow. Ik had die altijd op een Insta gezien. Ik denk, die moet ik. Die moet ik. En nu heb ik hem. Fucking leuk. Wel nice. Dankjewel, Tessie. Oh, hij valt toch bijna uit, hij knippert. Ja, erg hè? Doe maar zo uit. Hij hier. De fruta de la vida, bebe, bebe. De fruta como si mañana. Se acaba, se acaba. Se acaba, se acaba.